Het is vandaag 1 mei. Ik zit hier naast een hoge toren. En ik zit hier naast een kleine toren. En ik ga jullie vertellen en meenemen in de koninginnenteelt dit jaar. En de eerste stappen van die teelt hebben jullie al gezien. Dat zijn de video's waarin ik darrenraad boven het moerrooster heb gehangen. Die darren die gaan we later gebruiken om koninginnen te insemineren. En die koninginnen, daar starten we vandaag mee. Die koninginnen gaan we telen in deze kast. En deze kast is een broedkamer met nu een plank ertussen, waardoor de bijen die hierboven zitten alleen maar naar beneden kunnen. Dit volk is het volk dat hier oorspronkelijk stond. Op dit volk heb ik een moerrooster gelegd en heb ik deze bak gezet met allemaal broed wat uitlopend was, met allemaal gesloten broed. Dat is een dag of 10 geleden, waardoor veel van dat broed is uitgelopen. Nog niet alles, maar veel van dat broed is uitgelopen. En daarbovenop heb ik dan weer honingkamers gezet met bijen, zodat die bijen ook zich nog mengen in deze broedkamer. En je ziet, er hangen hier al bijen onder de kast. Ik weet niet of jullie het zien, maar er hangen hier al bijen onder de kast. Je ziet ook heel veel drukte bij de vliegopening, heel anders dan deze. Dus deze bak zit gewoon goed gevuld met bijen. En dat zal komende dagen nog meer zijn. Dus wat ik vandaag ga doen, ik vertel het verhaal niet helemaal compleet, want deze broedbox, dus niet deze kast met deksel, maar deze broedbox stond hier eerst onder met een koningin erin die gewoon aan de leg was. En die bak die heb ik hier naartoe verschoven met de eigen bijen. De vliegbijen vliegen terug naar die kant, maar de bijen die bij deze koningin hoorden en bij dit broed hoorden, heb ik haar gewoon in laten zitten. Die laatste paar duizend bijen, dat maakt het verschil niet. Zodat dit volk ook weer snel herstelt. Wat gaan we nou vandaag doen? We gaan deze bakken leegmaken. Eén van deze bakken, eentje met redelijk wat honing, die zet ik er nog onder als extra ruimte. Hieronder zit een moerrooster. Onder deze bak zit een moerrooster om te voorkomen dat er jonge koninginnen dit volk in gaan vliegen. Als koninginnen die nu op bruidsvlucht zijn geweest verdwalen, dan zoeken ze gewoon een kast waar ze naar binnen kunnen. En dan is er niks aantrekkelijker dan zo'n moerloos volk met veel bijen. Die roepen als het ware hier koninginnen, want die hebben echt een koningin nodig. Dus er ligt hier een moerrooster onder, zodat de koningin niet naar boven kan. Dus straks ziet de opstelling er zo uit. Ik zet waarschijnlijk 1 honingkamer hieronder met nog wat honing. Dat brengen ze naar boven, dat geeft nog een positieve flow in het volk. Hier komt dan een teeltraam met larfjes te hangen. Dat laat ik straks verder zien. Dit volk kan zelf geen koninginnen meer maken. Dus die zijn zeer eager om die larven die ik hier inhang, om die te gaan verzorgen. En dan zal ik er een stuk of 60 tot 90 zal ik erin hangen. En deze bakken gaan eraf. Als daar nog veel bijen in zitten, dan sla ik deze bijen hier nog in. Daar heb ik een speciaal bijenafschutmachientje voor. En dan gooien we die bijen hier nog bij. En dan zit deze kast bomvol met bijen die heel goed larfjes kunnen verzorgen. En dan kunnen we heel makkelijk 3 rondes van 60 tot 90 larfjes maken. Dus dan kunnen we zomaar kleine 200 koninginnen telen met 1 statter. Heel kort nog de opbouw. Dus we hebben de hoge bodem. Daar kunnen ook bijen goed doorhangen. Anders zouden er nog veel meer bijen nu buiten hangen. Maar onder die hoge bodem kunnen bijen goed doorhangen. Dan hebben we een moerrooster om te voorkomen dat koninginnen naar binnen komen. Dan hebben we de broedkamer met het oude broed. Daar zit nog, ik denk, 30-40% broed wat nog uit gaat lopen, zit hier nog in. Zodat de komende week ik hier deze nog een keer kan gebruiken om koninginnen aan te telen. Dan hebben we de honingkamers die er straks afgaan, want hier zitten bijen uitlaat tussen. Dus veel bijen zullen al naar beneden zijn getrokken. Waarschijnlijk niet alles, omdat hier geen koningin is en geen open broed is. Dat is een minder sterke magneet voor bijen om naar beneden te gaan dan als je hier open broed hebt. En daar van die toren, van deze opstelling, hebben we er 2. Hiernaast staat er nog 1. Dat wil ik jullie ook even laten zien. Zodat we in de komende tijd veel van die koninginnen kunnen gaan telen. Die koninginnen telen we voor onze vrouwen resistentieteelt. En daaruit kiezen we weer de moeren die goed zijn. We gaan de honingkamers eraf halen, want we willen alle bijen in die onderste bak hebben. Die keren we dan af met een afkeermachine, die heb ik hiernaast staan. Dit is een afkeermachine. Een bijenafneemmachine. Er zitten borstels in, die concentrisch tegen elkaar draaien. Als je dan met het raampje komt, dan gaan die borstels draaien. Die vegen de bijen heel zacht eraf, zonder beschadigingen. Die komen hier in deze
bak terecht. En die bak die kan ik dan in zijn geheel eruit schuiven. En dan kan ik die onderklep afschuiven om er bijen ergens in te kiepen. Ideale machine. Wat ik ga doen is, ik ga een van deze bakken, een bak met een klein beetje honing, die ga ik eronder zetten, zodat er iets meer ruimte voor de bijen is. Het broed blijft daar dan boven. Ik ga eerst even kijken welke bak ik daarvoor ga gebruiken. Kan er wat slecht bij. Is een beetje hoog. Ja, dit is bijvoorbeeld een mooie bak daarvoor. Daar zitten ook wel wat bijtjes in. Niet al te zwaar, maar toch een beetje honing erin. Dat is eigenlijk precies wat ik zoek. Ga ik de andere er even afhalen. Ja, die zijn ook vrij licht. Ja, kijk, deze zijn bijna leeg met bijen. Daar heb ik eigenlijk de afkeermachine helemaal niet voor nodig. Hier zit ook een beetje honing in. Oh, deze mag ook. Die andere, daar zitten meer bijen in. Dan hoef ik die niet af te keren. Zo, dus dit is mijn bijenuitlaat. Die kan er nu af. Dan zien we hier een goed gevulde bak met bijen. Het moet overlopen. Dat doet hij nog niet helemaal, maar hij is wel goed gevuld al. Dus dat is prima. Wow, ja, die is goed zwaar. Er zitten goed veel bijen in. Nou, dat zie je ook aan de onderkant. De camera was even uitgevallen. Dus ik heb de honingkamer eronder gezet. Daaronder zit het moerrooster. Ik zet er even een honingkamer op, zodat de bijen wat rustiger blijven. Zo. Nou, deze hoef ik niet af te keren. Die is eigenlijk al leeggelopen. Nou, deze hoef ik eigenlijk ook niet af te keren. Die is ook al leeg. En deze ook. Dus eigenlijk gaat het maar om één bak. Dat is deze bak. Waar nog wat bijen in zitten. Oké. Daar had ik geen afkeermachine voor hoeven pakken. Maar nu ik hem er toch heb staan, laat ik het je even zien. Hoe het dan werkt. Niet de meest ideale opstelling, maar zodat jullie het even een keer zien. Probeer ik alles even op deze bok te zetten. De bijen zijn natuurlijk super onrustig. Die hebben geen koningin, kunnen geen koningin meer maken. Nou. Raampje. Het raampje is schoon, dan hang ik hem in een lege bak. Pak het volgende raampje. Als je bijen moet oogsten voor kunstzwermen of dit soort doeleinden, is zo'n afkeermachientje prima. Voor 10 raampjes pak ik hem normaal niet, dan sla ik ze gewoon even af. Zo. Nou, die bijen, die geloof ik wel. Dat zijn er 50. Hier ook. Dan gaan we de kast afsluiten. Omdat die bijen er maar slecht in passen, doe ik de voerbak open. En sla ik deze bijen in de voerbak.
Daar ligt overigens continu een pakje suiker op met wat stuifmeel. Om nog extra verzorging te geven aan de bijen. En ik voer ze elke dag een kleine pond honingwater bij. Nou, hier zitten dan nu mijn bijen in. En die kan ik dan eenvoudig afkeren door deze klep open te doen. En dan stromen de bijen erin. Dekseltje er weer op. En klaar. Die mogen zich dan bij de andere bijen voegen. Ik ruim hier even op en dan gaan we naar de volgende stap, het omlarven. We gaan vandaag overlarven. Dat doen we van een aantal volken, van een aantal teeltvolken. Dit is het eerste teeltvolk, volkje 15 van 2023. Nateelt van volkje 15 van 2022. En hier gaan we een raampje uithalen met het jongste broed. Dan zoeken we vaak naar eitjes en dan om die eindjes heen zit dan meestal het jongste broed. Nou staat bij zo'n mini plusje altijd natuurlijk ietsjes. Daar was ik al bang voor. Deze microfoon heeft een windbeschermer. En aan zo'n windbeschermer hebben erbij altijd een broertje dood. Nou, ik denk dat ik gelijk raak heb. Ik zie hier eitjes en ik zie hier hele kleine larfjes. Ja, deze gaan we al gelijk gebruiken. Raam niet afstoten. Een keertje schudden kan, maar liever niet afstoten. Omdat je daarmee de larven eigenlijk een hoek in schudt. Waardoor ze eigenlijk minder makkelijk te pakken zijn. Het is een half werkse raam en een half darrenraad. Zo. Dan gaan we overlarven. Voor het overlarven gebruiken we dit soort celletjes, plastic celletjes. Ik ga het zo proberen te doen dat jullie het ook kunnen zien. Daarvoor moet ik er wel wat ongelukkig voor staan. Ik gebruik een Chinese overlarflepel. Het is de eerste weer van het jaar. Altijd even wennen. En dan ligt hij heel mooi op het lepeltje. Dan schuif ik hem in het bakje en is hij klaar. Die leg ik hier op de handdoek. Dat is een natte handdoek. Het voordeel is dat deze heel nat liggen, heel veel gelei hebben en dan pak je ze eigenlijk heel makkelijk op. En dan neem het voordeel van deze Chinese overlarflepel is dat hij vrij veel
Royal Jelly meeneemt. Dus de larven liggen gelijk mooi nat. Het mooiste zijn de larven die een beetje transparant zijn nog. Maar wel goed aangevoederd zijn. Als het niet in één keer lukt, doe ik hem weg. En je benadert de larven vanaf de rugkant, vanaf de bolle kant. Ze liggen eigenlijk in een C'tje. In een C-vorm. Aan de achterkant van de C-vorm, de bolle kant. Vanuit daar benader je de larf, dan heb je de minste kans op beschadigingen. We hebben het van de eerste serie 40 overgelarfd. Prikken we die op een houder. Omdat we 4 series doen, gaan we op de houder schrijven om welke serie het gaat. Zodat we de tiltlijnen goed uit elkaar houden. Zo ziet dat er dan uit. Ja, deze bijen zijn zeer ontevreden met de imker. Dus een paar prikjes heb ik al wel te pakken. Ja, dit raam is volledig uitgelopen. Dus die haal ik eruit. De honing drupt eruit. Dat is prima. Zo. In het midden van het broednest mijn eerste raam hangen. Ja, dat is nog allemaal uitlopend broed. Dus de warmtehuishouding is daar in ieder geval top. Daar zitten ook veel jonge bijtjes. En daar komt dan mijn eerste tiltraam. Altijd toch een beetje spannend. Op naar de volgende.